Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Eikoop. We lezen vandaag verder in het derde hoofdstuk van het boek Rut. Hiervoor hoorden we hoe Naomi een gewaagd plan bedacht waarmee Rut Boas zou moeten overhalen met haar te trouwen. Nu horen we over de uitvoering van dat plan. We lezen verder vanaf vers 6. Daarop ging Rut naar de dorstvloer en deed overeenkomstig alles wat haar schoonmoeder Naomi haar geboden had. Toen Boas gegeten en gedronken had en zijn hart vrolijk was, kwam hij en ging liggen aan de rand van de korenhoop. Daarna kwam Rut stilletjes. Sloeg de deken aan zijn voeten op en ging liggen. En het gebeurde, midden in de nacht, dat de man schrok en om zich heen greep. En zie, er lag een vrouw aan zijn voeten En hij zei: Wie bent u? Zij zei: Ik ben Rut, uw dienares. Spreid uw vleugel over uw dienares uit, want u bent de losser. Dit is het beslissende moment uit het boek Rut, de climax. Rut voert het plan uit dat Naomi bedacht heeft. Ze maakt zich mooi, gaat naar de dorstvloer waar de mannen feest vieren en wacht totdat Boas doezelig is van het eten en drinken en kruipt dan bij Boas onder de deken. Het is een heel gewaagd plan wat Rut hier doet. Waarom heeft Naomi dit plan bedacht? Als Boas hun verwant is, kan hij toch zo wel hun losser worden? Dan kunnen ze hem daar toch op aanspreken, dan is alles zo geregeld. Nou, het ligt ingewikkelder. Naomi en Rut willen graag dat Boas hun gowel wordt, hun losser. Het Leviraatjeweluk, beschreven in Leviticus 25 en Deuteronomium 25, schrijft immers voor dat wanneer een man overlijdt, en zijn vrouw geen kinderen heeft, dat een verwante en naast familielid dan de plicht heeft om de weduwe te huwen. En als in dat tweede huwelijk dan een zoon werd geboren, dan gold die zoon als kind van de overleden man. Op die manier kon het geslacht van de overledene doorgaan. Maar toch was het nog geen uitgemaakte zaak of Boris wel met Rut wilde trouwen. Het raadshuwelijk. Was niet populair in Israël. Dat kun je wel indenken. Lang niet iedere Israëliet hield zich eraan. Denk maar aan Tamar. Zij mocht volgens de Leviraadswet met Onan trouwen, maar die weigerde haar te trouwen. Bovendien, Rut was geen Israëlitisch meisje. Ze was een Moabitische. Gold die wet überhaupt wel voor haar? Dat is niet helemaal duidelijk. Ik heb het in een paar Rabijnse commentaren nagekeken, maar die zijn nog steeds niet uit. Of die verplichting nu ook voor een buitenlandse gold. En wat ook nog meespeelt, daarover gaat het in het volgende hoofdstuk van het boek Rut, is dat er nog een ander familielid is dat in de familiestamboom dichter bij Naomi en Rut staat, en dat dus eerder voor het leveraatshuwelijk een aanmerking zou komen. Kortom, het was bepaald geen uitgemaakte zaak dat Boas met Rut zou trouwen. Dat maakt het plan van Naomi gewaagd. En toch doet Rut het. Ze gehoorzaamt Naomi. Ze gaat s'avonds laat naar Boas toe, slaat de deken op en gaat liggen. Boas wordt wakker. Wie ben je? Ik ben het, Rut. Spreid uw vleugels over mij uit, oftewel trouw met mij. Is het een verleidingsscène? Ja, maar het is nog veel meer dan dat. Ook nu handelt Rut uit haar geloof. Haar geloof, waar ze zo prachtig over sprak: Uw God is mijn God, dat maakt ze ook hier helemaal waar. Want. Waarom probeert Rut Boas te verleiden? Boas was een stuk ouder dan Rut. Rut had ook achter iemand van haar eigen leeftijd kunnen aangaan. Er zijn in Bethlehem wel meer jonge mannen, armen en rijken. Boas zegt het ook tegen Rut. Gezegend ben je dat je geen jonge mannen nagelopen bent, maar mij. Waarom biedt Rut zich aan Boas aan? Omdat hij een familielid was van de overleden man van Rut omdat hij losse kon zijn en zo die lijn van de geslachten niet verbroken wordt. Ze doet het uit respect voor de wetten van God. Het is een daad van gehoorzaamheid. Niet alleen aan, aan, aan Naomi, maar vooral aan de Heere God. Het is een cruciaal moment. Wij weten hoe het afloopt, maar Rut wist dat niet. Het had ook heel anders kunnen uitpakken. Boas had haar verzoek kunnen weigeren. Dan was Ruths positie in Bethlehem onhoudbaar geworden, zeker na zo'n actie op de dorstvloer. Ruth neemt een groot risico. Als Boas haar verzoek afwijst, dan is haar situatie hopeloos. Als Boas haar verzoek aanneemt, dan komt het goed met haar leven en dat van Naomi. Dit is het beslissende moment ze stelt haar eigen positie, haar naam, haar hele leven op het spel, en ze levert zich helemaal uit aan Boas. Zo'n beslissend moment vraagt God ook aan u, aan jou en aan mij. Dit verhaal staat niet voor niets in de Bijbel. Zoals Rut zichzelf overgeeft aan Boas, zo moet u en jij ook jezelf overgeven. Je overgeven aan de losser, de verlosser, Jezus Christus. God vraagt dat ook aan ons. Geef jezelf. Met heel je hebben en houden over aan hem. Niet een stukje van je leven achterhouden. Niet op bepaalde treinen in je leven zelf je gang blijven gaan, maar jezelf helemaal toevertrouwen aan hem. Alles heel je hart aan Hem geven. Wie zijn leven vasthoudt, zal het verliezen, zegt de Heer Jezus. Wie zijn leven overgeeft aan mij, zal behouden worden. Dat is een risico. Dat is een sprong in de diepe. Je weet van tevoren niet hoe je leven dan verder zal gaan. Je leeft maar één keer. Je kunt het niet proberen één keer met Hem en één keer zonder Hem. Nou, dan kijken wat het beste bevalt. Nee, God vraagt het je nu. Geef mij je hart. Vertrouw je onvoorwaardelijk aan mij toe. In het geloof is het alles of niets. Als je God wil dienen, dan moet je dat toch helemaal doen. Dan moet je heel je leven aan Hem toewijden. Leven naar Gods wil, naar de wetten van God. Ook die wetten die je niet aantrekkelijk vindt. Misschien heeft u die keuze al gemaakt. Jezelf aan hem toevertrouwen. Maar misschien heb je die keuze nog niet gemaakt. Zeg dat steeds weer uit? Schrijf je die keuze steeds maar voor je uit? Blijf dat dan niet doen. Maak die keuze. Ook afgelopen week hebben verschillende mensen in Katwijk, jongeren en ouderen, ook die keuze gemaakt. Bij de openbare blijdschap van het geloof. Iedereen moet die keuze vroeg of laat een keer maken. Rut doet het ons voor. Zij had ontdekt dat de God van Israël ook haar God is. Ze gehoorzaamt God. Ze geeft heel haar leven uit handen. Ze legt haar lot in dat van Boas. En Boas neemt het aan. Hij schaamt zich niet voor Rut's armoede. Hij wordt de losser van Rut. Rut waagt heel haar leven en dan winst ze alles. Dat is de les die wij uit deze geschiedenis kunnen trekken. Dat is de oproep die ook in dit Bijbelgedeelte zit. Geef jezelf over aan Hem, helemaal, dan zul je het ware leven vinden. Laten we nu samen bidden. Heer onze God, Vader in de hemel, dank u wel dat we net mochten horen het voorbeeld van Rut, die op dat cruciale moment die beslissende keuze gemaakt heeft. Ze gehoorzaam Naomi. Ze gehoorzaamt de wetten van de God van Israël. En ze levert zichzelf uit. Ze geeft zichzelf over aan Boas. Die keuze, heren, moeten wij ook maken, ieder van ons. Wil u ons daarbij helpen als wij die keuze nog niet gemaakt hebben? Wil u ook ons ogen openen? Dat dat de weg is die tot het leven leidt. Niet het leven zelf krampachtig vasthouden, maar ons zelf overgeven aan u. De sprongwagen het diepe in. Heer, wil ons daarbij helpen. U wil ook zo de komende tijd weer met ons gaan. U wilt u ons helpen op de weg die we gaan, ook bij de moeite en de moeilijke dingen die op ons pad komen? Neem ons bij de hand en leid ons. Daar danken en bidden wij u in de vergeving van onze zonden. om Jezus wil. Amen.